Okay. Good afternoon, race fans, and here we are again for qualifying at the Hungaro Ring. Who will have tuned the perfect setup for their car? We'll find out soon. Nou, daar zijn we dan voor de Gp3 League. Het derde race deze week alweer van race thuis op het circuit van de Hungaro Ring. Start natuurlijk met de kwalificatie. Kijken wie er straks pole gaat pakken. Voor weer de zoveelste ronde in dit kampioenschap. Ik ben de tel alweer kwijtgeraakt. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. Dan gaan we daar eens rustig naar kijken. Jannes is nog niet aanwezig. Hopen dat hij er snel bij komt. En dan zien we daar dat er al één iemand de baan op gaat komen. En dat is Rick Clio. Die zal hier het spits eraan afbijten. En dan gaan we kijken hoe deze kwalificatie zich gaat ontvouwen. Ik zag al wel dat er regen voorspeld is. Dat is in de race. Lightly rainfall after a dry start. Kwalificatie lijkt droog te zijn. Dus dat wordt een interessant moment als de race eenmaal van start gaat. Als we zien twee man inmiddels op de baan. Te kijken wie de andere is. Timmy komt er al uit. Kevin komt er uit. Andros Kap is ook buiten. Die heeft gisteren een mooi resultaat geboekt in de Gp2. Een derde plaats geloof ik. Nee, sorry, de tweede plaats was van Andros Kap. Die vinden ze achter Thijs AP. Die in zijn tweede race gelijk een race wist te winnen. Kijken hoe hij vandaag zichzelf gaat houden in dit veld. Rick komt inmiddels richting het einde van zijn ronde. En dan kan de hot lap gaan beginnen. Ah,
Kijk eens aan, de mensen in de chat die gaan al helemaal los. Dit heb ik even gemist. Volgens mij is Rick hier de verkeerde kant op aan het rijden. En dit is ook niet erg handig wat hier gebeurt. Laten we dan maar snel weer naar de actie gaan. Andros Kat is de eerste die hieronder gaat neerzetten. Dat is een mooie en speciale lijn. Als er vragen zijn, stel ze in de chat. Dan gaan we natuurlijk gelijk antwoord geven. Als wij, naar ons vermogen natuurlijk. We gaan niet de hele dag de wijsgeer uithangen. 28-7 in de eerste sector. Natuurlijk een foutje gemaakt. Dat kan beter. Dan hebben we het nu technische gedeelte in. Ziet er allemaal niet slecht uit. 58-8. Naar de tweede sector. Maar dat heeft hij gisteren al beter gedaan. Dus dit zal niet zijn snelste tijd worden. Eens kijken wat de tijd volledig gaat zijn. En dat is in 22-6. Kijken, Kevin, 14e sneller in de eerste sector. Daar gaat die Williams netjes van de kant, 58-0, dat is 18e sneller al. Dit zal wel eens de eerste 21e kunnen worden. Als die al nog niet is neergezet natuurlijk. Door de laatste bocht heen. Kijken wat hier gaat gebeuren. 21-5. Dat is een tijd die wel eens goed genoeg kan zijn voor Paul. Eens kijken wie er nog meer snel onderweg is. Oh, Timmy die glijdt alle kanten op. Oh, kijk eens. Ja, dit is geweldig. Als een schaatser gaat hij over de baan. Laten we daar maar snel mee opbouwen. Alhoewel, Andros Kat is nog onderweg, maar die heeft hem afgebroken. Laten we toch Timmy maar even volgen. Oh, daar gaat hij. Het is een vogel. Het is een vliegtuig. Hij heeft inmiddels ook de cornercut al binnen. Dus deze doet niet meer mee. Gaan we nog even verder kijken. Jor komt naar buiten. Niels is inmiddels buiten. Tim T is bezig aan een snelle ronde. Eens kijken wat hier gaat gebeuren. Ja, dat is niet de sectortijd die je wil zien. Even snel kijken of Jannes al in de buurt is. Dat antwoord lijkt nee te zijn. Dat is jammer. Tijd is hier inmiddels ook al stil komen te staan. Kevin heeft hem afgebroken. Tim komt binnen. Rick dan, tweede poging. Ja, nog rustig aan te doen. Oh, daar gaan we naartoe. Ja, precies. Daar is de baan. Als Gert, F1 2016 met safety car en carrière mode. Wat vind je ervan en denk je dat er nog meer bij komt? Volgens mij is carrière mode en safety car het enige wat mensen heel graag wilden zien. Dus sowieso is dat een hele goede vooruitgang voor F1 2016. We hebben inmiddels begrepen dat er nog veel meer features zijn die gaan komen. Dus Koopmasters heeft nog heel veel achter de hand. En ik durf niet te gokken wat het gaat zijn. Maar ik denk dat ze de mooie dingen nog even naar achter schuiven. En wie weet, wat gaan we er allemaal zien? Rick gaat naar P3. Jor start een snelle ronde. Even kijken, Niels zit daarvoor. Kijk wat hij gaat doen.
Gp3, dat is gelijk aan Kevin in dit moment. Wat reed Kevin ook weer? 21.5 met een 29.6 in de tweede sector. Laten we dat even als richttijd gebruiken. 29.6. Niels houdt hem nog netjes op de baan. Dan zit hij er een tiende op 1-2 onder. Dit zou dan wel eens de Provisional Pole Lap kunnen worden. Als er nog meer vragen zijn, stel ze in de chat. Oh, daar heb ik een cornercut gemist. Niels gaat naar binnen, dat is jammer. En dan zat Ior daarachter. Kijken wat hij doet. Die is niet bezig aan de beste ronde. Kijken of hij naar binnen gaat of doorgaat. Hij maakt hem wel af. Kijken of hij hier een tweede ronde achteraan gaat plakken. Brengt hem in ieder geval wel op P3, momenteel. Kijken wie er nog meer onderweg is. Veel mensen staan nog binnen. Joey is naar buiten. Donnie naar buiten. Even kijken bij Joey hoe ver hij is. Hij is inmiddels aan zijn ronde begonnen en is een tiende langzamer dan Kevin in de eerste sec. Nou, ik begrijp dat Menno hier geen zin in heeft. Laten we dan Menno's kennis nog maar even testen. En daarom, het is woensdagavond, dus het is een quizavond. Dat weet iedereen. Nou, hier verliest Joey weer een tiende. Zal dichtbij zijn. En daar is Tim mee weg. Die is op vakantie. En ik denk dat wij hierdoor een one-shot gaan zien straks. Maar dat zien we dan wel weer. Laten we even kijken hoe Joey zijn ronde afmaakt. En daar gooien we de vraag er nog even in. 21.7, tweede tijd. Niet slecht, maar dat kan beter. In de Grand Prix van 2003 was er een winnaar die zijn eerste overwinning pakte op de Hungaroring. Vraag is er natuurlijk, wie won de GP van Hongarije in 2003? Antwoord in de chat natuurlijk. Moeilijk is die niet, moeilijk is die niet. Moet gezegd worden. Ja, Menno heeft het gelijk alweer spot on. En Robert mag van mijn part alles googlen wat hij wil. Kijken of hij iets sneller kan zijn dan Menno. Maar Menno die heeft hem goed. Alonso was het inderdaad. Zijn eerste overwinning tijdens de GP van Hongarije in 2003. Nou, natuurlijk in Maleisië al zijn eerste pole position te hebben gepakt dat jaar. We kijken nog steeds naar Joey. Waarom weet ik niet. Dat is niet zo'n interessant punt. Even kijken, Weijers op de baan. Die gaat een snelle ronde proberen neer te zetten. Niels zit daar nog voor. Laten we die eerst even in de gaten houden. Het niveau van de vragen wordt natuurlijk steeds hoger. En er is voor Robert ook nog wel een vraag waar hij waarschijnlijk wel het antwoord op weet. Want dat antwoord komt nogal vaak terug. Heb ik hem de laatste paar weken. Waar zijn we? 28.3. Volgens mij iets sneller dan die had. En sneller dan Kevin in ieder geval. En dat is in invalidated lap time. Goedemiddag. Laten we Floris dan even volgen. Dat is veel rapper dan de rest. Kijken hoe zijn tweede sector tijd eruit gezien. 29.6, dat is hier de richttijd. De
dat is een 30-0. Dat is een tegenvaller. Nu zit hij toch wel degelijk boven die tijd. En dat is een koninkrijk. Goedemiddag, Floris Weijers. Gaat hij dan door? Hij gaat door. Hij gaat door. Het is een wonder. Kijken of er dan nog iets gebeurt. Niels gaat hem toch nog proberen. Laten we dat Niels eerst even volgen. Als Kret, hoe meld je aan als commentator? Ja, dat is toch een verhaal waar wij over nagedacht. Meestal word je gewoon gevraagd. Dus als je een keer mee wil doen, dan ben je bij deze alvast uitgenodigd voor de Gp2 volgende week. En aan dat het Laurens is, dan zou ik zeggen, stuur me een berichtje. Dan doen we dat bij de Gp2 volgende week samen. Goede eerste sectortijd, maar natuurlijk wel een tweede ronde op deze banden. Floris zit er natuurlijk nog achter. We gaan zo zien hoe hij het doet. 30-0, dat is ook weer 14e verlies. Waarschijnlijk toch om die tijd nou maar eens op de klok te zetten. Terwijl er nog 4 minuten te gaan zijn. Dat wordt krapjes. Tucker retired. Die is klaar met zijn rondjes. Dat is close. Oh, dan zien we dit. Dat is de bedoeling. Dat is close. En dan Floris. Die is in de buurt. Waar komt hij op uit? Op helemaal niks. Die heeft weer een inverdere laptime. Dus die moet nou inmiddels zijn derde vliegende ronde gaan neerzetten op deze banden. Gaat Kevin dan pole pakken? Of wordt het dan toch Floris? Ik denk dat Niels klaar is. Daar gaat hij aan de kant van Floris. 28-3. Daar is hij dan level met Kevin. Askert, wanneer vangt Timmy uit? Ik denk dat hij bedoelt wanneer Timmy een disconnect krijgt. Terwijl Floris alweer klaar is met deze ronde, terwijl ik naar de vader zat te kijken. Geeft Floris zichzelf dan hier een kwaliban? Dit is natuurlijk niet wat hij voor ogen heeft gehad. De vraag was er. Timmy disconnect. Timmy is al gedisconnect, voor de mensen die goed hebben opgelet. Hij is weer teruggejoind. Dus dat is in ieder geval goed voor hem. Maar ik hoop vandaag toch dat hij hem uitrijdt. Moet toch een keer gebeuren. En anders gewoon ronde 16. Laat het een beetje gemiddeld houden. 35 rondes natuurlijk zometeen. Terwijl Floris nu zijn vierde vliegende ronde gaat doen op deze set. Om maar een tijd op de klokken te zetten. Wordt het dan een bankerlap? Ik denk niet dat dit iets met Paul te maken gaat hebben. Je ziet al een beetje op zijn banden dat er wat spotjes op komen. Dit is niet wat hij wil. 28-1, dat is goed. Dat schiet op. Andros kat inmiddels naar P4 met een 22-4. En Jor naar P5 met een 22-5. En daarachter komen dan een beetje de gaten. Maar bij Floris gebeurt het nu in ieder geval. En dat is weer invalidated. Heeft hij dan nog fuel? Of blijft hij staan op P11? Hoe is het mogelijk, jongens? Ondertussen heel snel kijken of er nog iemand hier is. Alvorens we gaan kijken of Floris nog een ronde gaat doen. Of het dan toch echt voorbij is. Hij gaat er toch nog één aanplakken. Dan heeft hij aardig wat fuel in de tank gehad. Maar is dit nou al zo slim? Ga je op verrotte banden proberen in de buurt van de top 5 te komen? Of ga je ervoor kiezen om achteraan te starten en op een setje verse banden te starten? Het is een keuze, maar hij gaat het zo doen. Dat hebben wij nog niet veel meegemaakt.
Damon, Damon. Ja, ja, ja. Juventus op 1-0 tegen Bayern München. Komt mij ook te horen. Dat is niet fijn. En dit is ook een invalidated lap time. En dat betekent dat ik heel snel even mijn pitstop ga maken. Dan gaan we even de beelden er zo bij pakken. En dan ben ik er zo weer. Hou u rustig. Hou u rustig. En blijf vooral zitten. Blijf vooral zitten. What a qualifying session that was. It was the Spaniard Carlos Sainz Jr. who will be starting tomorrow's race from pole position after a stunning lap put his Toro Rosso in P1. En dan hebben wij hier de startopstelling. En dan kunnen we gelijk zien dat we de pole position lap van Joey hebben gemist. Die is nog net onder de tijd van Kevin gedoken. En Kevin heeft zichzelf ook nog verbeterd. Maar Floris op P12 is voor hem geen goed begin van de race. Anders Kat op P4, Jor op P5. Dit is de opstelling zoals hij eruit gaat zien. Dan gaan we maar snel even de tweede quizvraag erin gooien. Terwijl we zo richting de start gaan. De prijs die hieraan verbonden is een meet and greet met Reloaded NL. Op eigen kosten naar Zwolle. Met de trein, met het vliegtuig. Het maakt niet uit. Maar de vraag luidt in ieder geval... Wie werd er tweede achter Jensen Button, die zijn eerste overwinning haalde? Wie werd er tweede in 2006 tijdens de GP van Hongarije? Here's the grid for today's race. We'll be starting shortly. Dan hebben we hier alvast de strategie. Als er op de options wordt gestart, is er een twee-stop mogelijk. Dat zal ongeveer de window zijn die hier wordt aangegeven. Ronde 11, ronde 22 en dan naar het einde. Er zijn ook velen die waarschijnlijk voor een drie-stopper gaan kiezen. Die zullen we binnen gaan zien rond ronde 6, 7, 8. Om dan na eigen keuze in het midden of aan het einde een setje primes te gaan gebruiken. Strategisch valt er veel te winnen. En veel te verliezen. En hier gaan de lichten dan aan. Gewoon de 5. En dan gaan ze uit. En dan zijn we weg. Oh, daar gaat al iets mis in het midden van het veld. Daar staat een... Oh, daar gaat Niels. Goedemiddag. Goedemiddag. En de host is weg. Oké, ik heb wat gemist. Dit lijkt me geen normale start te zijn. Ik denk dat we een one-shot gaan doen, want dit slaat natuurlijk kut op Dirk. Daar staat Weijers nog in de muur. Tim T op P1. Met een prachtige cornercut. Goedemiddag. Daar gaan we. Nou, volgens mij moet ik meer op WhatsApp gaan letten, want dit schiet natuurlijk niet op. Jongen. En daar is... De uitnodiging voor de nieuwe sessie.
Het is wat, het is wat. Nou, het is niet op WhatsApp gezegd. Het is waarschijnlijk in de chat besproken. Dan gaan wij joinen. Dan ga ik ondertussen maar kijken of er al een antwoord is op de quizvraag. Dat is er nog niet. Zal ik hem dan nog maar een keer erin gooien? Want hier komen jullie niet meer weg. Ik stop hier niet mee tot ik een antwoord krijg. Kan niet gekker worden natuurlijk. Wie werd er tweede tijdens de GP van de Hungaroring in 2006? Moeilijker kan ik het niet maken, makkelijker kan ik het ook niet. Wachten we tot de sessie weer een beetje voldruipt. En dan wordt er op volgorde natuurlijk weer gekwalificeerd zometeen. Ik denk dat Timme geen kans had om te gaan rijden naar zijn Lost Connection. Ik denk dat dat het eiereneten was. Terwijl de sessie langzaam weer voldraait. Ah, kijk. Damon heeft het antwoord in ieder geval goed. Menno die had of geen idee of Menno ligt te slapen. Tweede werd tijdens de GP van Hongarije in 2006 inderdaad Pedro de la Rosa. Zijn eerste podium. Natuurlijk nadat hij inviel bij McLaren. Nadat Montoya er de brui aan gaf. En patat is gaan eten en richting NASCAR is gegaan. Waar hij natuurlijk nu inmiddels actief is in de IndyCars. En vorige week op Sint Petersburg de eerste race van de IndyCar-series wist te winnen. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Maar Montoya was natuurlijk wel een coureur die vaak gewoon snel was. Overal. De sessie is langzamerhand weer onderweg. En dan gaan we kijken hoe die one-shot zich gaat ontwikkelen. Mijn drinken inmiddels ook op. En daar worden wij niet vrolijk van. De hapjes en drankjes sponsor is vandaag in ieder geval Hertog Jan. Natuurzuiver bier. Winkels zijn gesloten, maar als ze open waren geweest, was er massaal heen gegaan. Short qualifying. Informatie over de lijn. Dan zullen we dit circuit nog eens even van dichtbij gaan bekijken. Terwijl ik een flow idee heb of ik nu traction control aan of uit heb staan. Dat blijft natuurlijk altijd de vraag.
Mijn knopjes zijn veranderd. Nou, dan komen we bij bocht 1. Terug naar z'n 2. Ander knopje. En dan hier rustig aanremmen voor bocht 3. Derde versnelling. Deze is flat out. De race soms wat lastig. En dan komen we hier aan bij de bocht die, waarbij de apex niet zichtbaar is. Makkelijk om daar eraf te gaan. Dan door de bocht hier zo. Derde versnelling. Hard aanremmen voor die chicane. Makkelijk om deze af te snijden of te missen. En dan het technische gedeelte. Waarbij ik een 4 pak. Terugschakel naar 3. En dan probeer zo snel mogelijk hier de juiste lijn te vinden om hier zo goed mogelijk eruit te komen. En dan heb je hem invalidated. Ja, daar zit je over de lijn. Het houdt niet op. Is niet van de... Hier nog even terug naar z'n 2. En dan zo door de laatste bocht. En dan zit de quali erop. Kunnen wij retireren. En dan komt alles zometeen op de juiste positie terecht. Als er nog vragen zijn, stel ze in de chat. We gaan zo beginnen. De race staat op het punt van beginnen. San Miguel. Die kan ik even niet plaatsen, Robert. Die ga je uitleggen. Goed, dan zijn de eerste paar over de lijn gekomen. Dan komt Niels over de lijn. Dan zal Andros Kat volgen. Jor komt dan over de lijn. Doe maar Jor, zet hem maar neer. Juist, en gaan. Daar gaat hij hoor, ja hoor. Weijers doet rustig aan. Die gaat zometeen als laatste starten. Papiloco is dan. Ja hoor, daar gaan ze hoor. Kruippunt, kruippunt, kruippunt. Timti. Rick Clio. Tucker. Oh, daar komt er nog een aan. Dat ben ik. Goeiedag. Oké, nu is het even kijken wat er nou gebeurt. Op wie wachten wij nog? Op Timmy. Daar is hij hoor. Dan zal Tucker gaan en dan komt Floris. En dan is alles compleet. Ja, zet hem neer. 1:47.5. Dat zijn wel de tijden. Dat zijn de tijden. Dit heeft toch nog 3 minuten geduurd, jongens. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Laten we het nog even goed tot ons doordringen. En dan hopelijk zonder problemen zometeen de eerste ronde doorkomen. En natuurlijk de race doorkomen. Just 18 kilometers from the city of Budapest here in Hungary, where today's het is droog. Ik ben ook bang dat we die regen nu al kunnen vergeten. Of juist niet. Wie zal het zeggen? Let's take a look at today's grid order for the race. Dan hebben we hier nog een keer de startopstelling natuurlijk. Strategie hebben we al doorgenomen. Daar hoeven we het niet meer over te hebben. 2-stopper of een 3-stopper. En als het misgaat wellicht een 4-stopper. Laten we dat niet open. Dan gaat de hartslag omhoog. Dan wachten we nog op Timmy. Dan is iedereen er klaar voor. We look forward to seeing
Dus zijn jullie er al klaar voor? Maar de lampen wel. Want die zijn uit. Nou, we snel kijken wie de beste start heeft. Joor zit daar aan de buitenkant. Die zit een beetje ingedrongen. En Niels schijnt hier naar P1 te gaan. Met Joey daarachter. En Kevin die zit daar in de clinch met Andros Kat. Nou, die gaat netjes naar P3. En dan bocht nummer 2. Gaat dat allemaal goed? Daar lijkt het wel op. Geen gezeur, Ed van Leur. Geen startcrash in de GP3. Dat staat morgen in de krant. Niels aan de leiding. Die zal daar blij mee zijn. Hoe is het met Floris? Ah, Floris. Die is er afgegaan. Dat zal dan gebeurd zijn met Tucker. Want die zit daar ook nog. Het is druk in het middenveld. Laten we dat in ieder geval zeggen. Andros Kat zit vlak achter Joey. En de top 6 is in ieder geval vertrokken. Dan komt er achter nog een klein groepje met Papi Loco en met een Force India. Dat zou Timmy zijn. Timmy, laat ik het wel goed zeggen. Dan vanaf de wagen van Joey. Joey lijkt hier veilig, maar Kevin die gaat wellicht proberen om hier voorbij te komen aan Andros Kat. Nou, hij zit te ver weg. Die zit te ver weg. Dan hebben we daar Donnie en Joor. Joor die voor de verandering is de eerste ronde is doorgekomen. Buitenlangs wil nog niet. Daar zijn de bandjes nog iets te jong voor. Kevin zit te prikken bij Andros Kat, maar die houdt hem er nog voor. Niels die profiteert er een beetje van, die rijdt letjes weg. Kunnen hij zit inmiddels achter Floris, die heeft een probleempje gehad. Floris die sluit weer aan bij dit groepje hier. Tucker, Papi Loco, Timti. Dan zal Rick Clio achteraan liggen, dat klopt. Laten we hopen dat dit allemaal goed gaat. Oeh, nee, dat kan niet. Dat zit te dicht bij elkaar. Een mooi rijtje van 4. Nu is met de snelste ronde. Kijken of iemand daaronder gaat komen. Ik denk het niet. En dan het rechte stuk op. En dan gaat Papi Loco het proberen bij Timti. En gaat Floris wellicht proberen een overtake te plaatsen op meerdere mensen tegelijk. Is dat slim? Is dat handig? Lockups. Floris komt in ieder geval voorbij aan Tucker. En dan gaan we naar bocht 3. Dan zit hij aan de binnenkant. Gaat hij ook, gaat Papi Loco ook wijd. En dan is hij door naar P8. Hoe gaat het hier? Joey zit 1,5 seconde achter Niels. En Kevin die zit nog te prikken bij Andros Kat. Die zou daar snel voorbij gaan. Of is snel voorbij willen gaan. Want Joey die gaat er vandoor. Het gat is natuurlijk 5 punten tussen deze tweede kampioenschap. Dus elk punt telt op dit moment voor deze jongens. DRS komt natuurlijk nu in operation. Dus dan zal... Oh, daar gaat Andros Kat wat wijd. Dat geeft Kevin genoeg ruimte om hier zo meteen naar voorbij te gaan. Hij heeft hier... Oh! Oh! En dat is een neus. En dat is wat mij betreft einde race om de overwinning. Wie zijn neus verliest, verliest de race. Laten we het zo maar zeggen. Dan komt dit stel er voorbij. Donnie, Joor... Hij ging er helemaal zelf vanaf. Zo leek het. Floris inmiddels op P7. Tucker is daar langs. En Timti is een Lewis Hamiltonnetje aan het doen. Die maakt donuts op plekken waar het niet mag.
Papiloco zit daar nog voor. De Clio zit daar nog achter. Die heeft waarschijnlijk zijn neus verloren, want deze achtergrond na drie rondes is iets te groot. En Kevin die kruipt langzaam terug naar de pits. Deze rondjes doen zeer. Deze rondjes doen zeer. Loris die heeft een fout gehad. Of heeft een momentje gehad met Kevin. Want Tucker die zit er weer bovenop. En dan Andros Katz achter Joey. En Joey achter Niels. Waar zijn dan de gevechten? Hier. Jor en Donnie. DRS zal open zijn. Terwijl dit geen overtake lijkt te worden. Maar dit misschien wel. Tucker op Floris. En Timmy is er vandoor. Ronde 5. Ronde 5. Dat is snel, dat is snel. Tucker gaat er niet voorbij komen. Daar lijkt het in ieder geval op. En Kevin die komt naar buiten weer op P10 en gaat naar de pruimtes. Als er nog vragen zijn jongens, stel ze gerust in de chat. 0-2 voor Juve, dat is een wonder. Nou ja, quizvraagje dan maar hè. Om even de tijd te doden voordat de eerste pitstop zometeen in het vizier gaan komen. We hadden het er net al even over 2006. Maar in 2006 was er ook in de kwalificatie een probleempje voor Schumacher en voor Alonso. Die kregen beide 2 seconden over hun laptime heen. Waardoor ze zowaar wel snelste waren in Q2. Maar Q2 niet doorkwamen doordat ze 2 seconden bovenop die tijd kregen. De vraag is dan, waarom kreeg Schumacher die straf? En het liefst ook nog, als jullie dat nog weten, met wie? Het gat blijft hier groeien. 3 seconden is het gat inmiddels. Andros Kat op 8 seconden. Het gat groeit heel erg snel. En hier gaat het vrolijk door. Jor en Donnie. Terwijl Floris en Tucker eraan komen. Tucker die blijft aan het touwtje zitten bij onze vriend Floris. Terwijl het natuurlijk sneeuwt. Hongaarse berggeiten, die kent ze niet. Dat is een beetje wijd, dat is een warning. Gefeliciteerd. Kevin dan, 46 seconden achterstand op de leider. Dat is pijnlijk, dat is pijnlijk. Die kan er dan vooraan het beste met zijn bandjes omgaan. Terwijl Jor hier voorbij komt aan Donnie. Oeh, daar komt Donnie weer terug met de cutback. Maar dat is niet voldoende, want hier heeft Jor gewoon DRS. En die gaat hier gewoon door. Jor naar P4. En misschien onderweg naar een podium. Dit is dan normaal gesproken het punt waar ik zeg over naar jou. Maar volgens mij moet ik gewoon zelf doorgaan met praten. Tucker en Floris, niet ver bij elkaar vandaan. Floris heeft hier wel gelukt natuurlijk door die one shot. Nadat hij in de kwalificatie één set banden helemaal gort heeft gereden. Hij komt dichterbij. Ondertussen even kijken of het antwoord op de vraag al binnen is. Dat is er inderdaad. Het inhalen van Kubica en Alonso onder de rode vlag. Damon heeft hem weer goed. 2-0 voor jou. 2-0 voor jou. Terwijl we ook inmiddels visite hebben gekregen van Cryptails. Hartstikke leuk, maar ik denk dat hij er geen reet van bestaat. En laten we dat zo houden.
Dit groepje gaat het gezellig krijgen. Tucker zit dichter bij Floris dan Floris bij Donny. En inmiddels hebben ze ook goed zicht gekregen op Andros Kat, die daar een beetje aan tippie-toe is. Of struggelen, laat het zo zeggen. Daar gaat Donny wijd. En dat is voor Floris het moment dat hij zegt goedemiddag, terwijl we een pitstop hebben gemist. Oh jongens, ho, dat is zitten dicht bij elkaar. Heeft hij dan nog de binnenkant? Ja, dat heeft hij. En dan gaan ze er beide af. Floris zonder neus. Terug de baan op Niels is binnen geweest. Die zit dus duidelijk op een drie stoppen. En Floris die moet nu huilen met de kraan open. Dit is niet hoe hij dat voor zich had voorgesteld. Daar ga ik vanuit. Dus hebben wij nu Joey aan de leiding. Volgens mij zit Joey op een twee stoppen. Laten we het in ieder geval zo houden. Dat staat mij nog bij van een oefenrace die wij samen hebben gereden. Dus dat zal een... Laat maar zitten. Ik zit er weer naast. Toch een drie stoppen voor Joey, die binnenkomt. Wat doet Andros Kat? Ik geloof dat die ook op een drie stoppen zit. Dat klopt inderdaad. Die komt ook binnen vanaf P2, virtueel P3. Dan komt dit stelletje ook binnen. Jor en... Tucker die voorbij Jor is, dat is ook wat. En wie gaat er dan nog verder? Dat is Niels, virtueel P1 natuurlijk. Die komt weer voor Joey de baan op. En even kijken, Weijers komt binnen. En Donnie heeft natuurlijk ook geen neus meer. Komen deze twee dan in de buurt van Kevin? Er zit dan weer een weg voor Kevin die het wat makkelijker maakt, vind ik, hè? Geluk voor deze twee is natuurlijk wel dat het gebeurt in de pitstop window. Dat ze niet volledig uit of sync moeten. En daar staat Papi Loco. Goedemiddag, zegt hij dan. Zet hem daar maar neer. Juist, jongen. En dan gaan deze twee hun weg weer vervolgen. En waar is Kevin dan? Die zit daar alweer voor. Die rijdt gewoon weer virtueel op P6. En die heeft natuurlijk de primes er nu onder zitten. Dat is belangrijk op dit moment. Het gat al voorin. Min 13 wordt plus 2,5. Joey heeft wat goed gemaakt. Zelfs met een stop later. Met zijn stop één ronde later te doen. En dat is op de primes. Dat heeft Niels ook. Staat Andros Kat dan... Ik ga het een keer de kant op, jongens. Dat is niet de bedoeling. Andros Kat ook op de primes. En Tucker heeft wel de opties eronder staan. En Jor ook. Dus dit zijn de twee om in de gaten te houden nu. En daar nog even niet, maar dan nu. Tweede DRS-zone. Zet hij hem ertussen? Nou, hij zet hem er bijna in. Dat zou hij niet zo bedoeld hebben. En dan is het Tucker er wel dicht achter, maar dan is het hier het inhalen natuurlijk onmogelijk. Floris is inmiddels voorbij Donny gekomen. Die heeft het al in de lap gedaan. Achterstand is inmiddels zo groot geworden dat we hem ook wel kunnen uitsluiten voor enigszins een podiumplek. Andros Kat is in ieder geval goed onderweg om een dubbel podium te halen dit weekend. Of dit midweekend. Of een midweekje Center Parks, kan je ook zeggen. Gisteren een podium in de GP2 en misschien vandaag een podium in de GP3. Wie zal het zeggen? Oeh, Jor. Wat zijn we aan het doen, jongen? Pardon. En dan... Andros Kat houdt zich nog achter op de langzamere band. Oeh, dat is close met de inside wall. En dan DRS voor beide. Tucker komt dichtbij, Andros Kat verdedigt de binnenkant. Ze remmen beide aardig laat. Lijkt dat Tucker hier er voorbij gaat.
Dat is ook zo. Kan Jordan gelijk meekomen? Daar lijkt het niet op. Maar Anders Kat gaat wel een beetje wijd. Jordi heeft hier wat overspeed. Maar dat gaat hier natuurlijk niet gebeuren. En zo werkt dat niet hier. Kevin op 6. Floris op 7. Weggereden van Donny. Timothy op 9. Papi Loco op 10. Rick Leo met laatste en 11e. En gaat binnenkomen. Oeh. Dat is wijd. Die bandjes hebben het gehad. Laten we het zo zeggen. Niels gaat inmiddels al zijn 12e ronde beginnen. Dat is voor mij teken om te zien dat Jor Anders Kat in de lap voorbij gekomen is. Maar Anders Kat krijgt hier natuurlijk wel DRS. Misschien dat hij kan gaan counteren. Ik was van plan de warnings erbij te pakken en de penalties. Dat wacht nog even. Dat laat nog even op zich wachten. Die besprekingen die gaan nu ook alle kanten op. Dit is echt een wonder. Voorlopig nog even niet. En dan blijft dat even zo. En dan de penalties. Niels heeft er 3. Joey heeft er nog geen. Die zit goed. Tukker. Ook nog niks. Dat is netjes. Jor ook nog niks. Andros Kat dan ook nog clean. Kevin ook nog niks. Floris Weijers ook nog niks. Het is wat. Donnie nog niks. Timtje ook nog niks. Papi Loco. 3 seconden. Rick Leo, ook nog niks. Dus als we dan even kijken naar het gat tussen de nummer 1 en 2, is dat 3,3 seconden. 3,4 inmiddels. Dus dat zou betekenen dat Joey nu virtueel 14e achter Niels zit. Als hij zelf geen penalties pakt natuurlijk. Jor onderweg naar niks op dit moment, geen podium. Tucker is onderweg naar Joey. En volgens mij zag ik Donny. Nee, dat klopt ook niet. Nee, dat was gewoon Joey, ik ben helemaal in de war. Ik neem het mezelf kwalijk. Het is echt een wonder. Echt een godswonder. Jor op P4. Als er nog vragen zijn, jongens, stel ze natuurlijk in de chat. Dan gaan we natuurlijk nog een klein beetje Murrayism erbij gooien. Nu het veld even een beetje uit elkaar getrokken is, gaan we nog maar even een vraag erin gooien. Eentje die wat verser in het geheugen zit hopelijk. Vorig seizoen werd Verstappen vierde tijdens de GP van Hongarije. En Hamilton werd zesde. Maar wie werd de vijfde? Vorig seizoen op de Hongaroring. Even het geheugen, moet te doen zijn. Door, hoe lang geleden is het? Een paar maanden, joh. Oh, ik weet nog wel wat ik at vorig jaar op 2 augustus. Patat. Maar dat ook niet zo moeilijk, dat was mijn vader jaar. Die had patat op zijn verjaardag. Dat is niet erg. Maar dat blijf je toch blij als kind, hè? Ja, Damon heeft hem weer goed. Alonso was het inderdaad.
En De La Rosa is hem niet, Robert. Die is al een tijdje gestopt. Die zit lekker tapas te eten. Op zijn eigen dakterras waarschijnlijk. Want die heeft wel wat verdiend. Dus ik demon is onderweg naar die meet and greet met Reloaded NL. Op eigen kosten naar Zwolle. Met de trein of met het vliegtuig. Of met de auto. Natuurlijk mag dat ook. We zijn de moeilijkste niet bij race thuis. Kevin is dat gat met Andros kat een beetje aan het dichtrijden. Natuurlijk zitten zij op de primes en die twee voren niet. Het kan belangrijk zijn aan het einde van de race. Ik heb ondertussen ook geen idee of er regen in de lucht zit. Sneeuw in ieder geval wel, dat zien we over en weer. En dan zijn we weer bij de leider aangekomen. Ronde 15. Geef het nog 3 of 4 rondjes, dan zou hij binnenkomen. Joey zit nog achter in het shot. 3,9 inmiddels. Een rondje later gestopt. Het gat hier naartoe is inmiddels 14. En met George 17. En die rijden op de options, dus die kunnen we nagenoeg uitsluiten voor de hoogste stepjes op het podium dingetje, podiumding. Kom, ik kon niet meer uit mijn woorden. Dit is een wonder. Kevin is natuurlijk al lang onderweg op deze banden. Die zou proberen dit zo lang mogelijk uit te trekken. Om een beetje weer in dat pitwindow te komen van de anderen. Gestopt als ik me goed herinner in ronde 3 of 4. Dat weet ik niet eens zeker. Iets in die trant. Dan zouden zijn bandjes nu al enige... Ja, er zitten wel wat spotjes op. Het zal niet lang meer duren. Voordat hij binnenkomt. Floris is al binnen. Komt terug op P8. Dat is niet al te handig natuurlijk. Primes voor hem nu. En Niels gaat vrolijk verder. Kampioen van vorig jaar natuurlijk. Nog niet gewonnen. Zal dit dan voor hem het moment zijn om eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken? Derde in het kampioenschap. Wel meer dan 60 punten achterstand op Kevin en Joey. Zit dan het punt waar hij zichzelf gaat revancheren? Pace zit er in ieder geval goed in. Gaat zo meteen Papi Loco op een ronde zetten. Joey komt weer dichterbij. Dat zou eventueel die tirewear kunnen zijn. Die zijn kant op komt. 3,2 was het gat over start-finish. Dat loopt met een paar duizendste terug. Goeie grutte, goeie grutte. Hoe is het dan met onze options? Joris is binnen geweest naar de primes toe. Die zal dan in de laatste stint voor options gaan kiezen. Kevin zit er nou voor. Die zit hier inmiddels al. Een beetje wijd. Andros kat op 4. Ik zou bijna willen zeggen virtueel op P3. Natuurlijk opties nog te gaan naar het einde straks. Joey heeft weer een paar duizendste goed gemaakt. En zou natuurlijk, dat weet hij zelf nog niet. En daar komt Niels al binnen. Niels die zal dan naar de options gaan. Dit is vroeg voor een setje primes, maar natuurlijk de baan komt naar je toe. Dat zou ook wel het start zijn. Ja, inderdaad. Tucker komt ook binnen. Dat zal Andros Kat P3 weergeven. Komt hij dan nog voor Niels de baan op? Antwoord is nee. Die heeft inmiddels een pitstop achterstand.
Kevin dan. Ook binnen. Tweede stop. Heeft dat goed gedaan met die puis. En moet nu nog 17 rondjes volhouden op twee setjes options. Komt de baan op P6. Dat zal voor Floris zijn. Dat klopt. Die zitten daar niet ver vandaan. Floris op de hardere band. Ik denk dat Donnie op de zachtere staat. Nee, die staat ook op de primes. Heeft Floris dan een fout gemaakt? Dat denk ik wel. Of is Donnie nog niet gestopt? Dat zullen we zo even gaan bekijken. Laten we Joey volgen die nog een rondje doet. Gat met Niels is 16.1. Die zit dus dik binnen die marge. Joey die gaat het hier op tirewerp proberen te winnen. Hoe is het dan met zijn penalties? Rijdt lekker constant, 24ers. Iets oplopend nu. Maar geen penalties. En Niels dan. Daar liep het iets sneller bij op. Heeft er maar één. Dat valt reuze mee. Anders Kat heeft er geen. Tukker. Ook niks. Jor ook niks. Kevin ook niks. En Floris dan. Ook niks. Dan zou dit toch de ronde moeten worden waarin Joey naar binnen komt. Anders gaat hij wel heel veel tijd verliezen op Niels. Het is vanaf dit punt natuurlijk vrijwel makkelijk te doen. 8 keer... Timothy gedisqualificeerd. Dat is onze eerste. Na de uitval van Timmy is natuurlijk hij de tweede die de zwart-wit geblokte vlag niet gaat zien. Wat is Joey van plan? Wat gaat hij doen? Is hij bezig om hem om te zetten na een twee stoppen? Zal toch haast niet. Hij heeft nu 12 rondes op deze banden gereden. Dus hij heeft geopend met 8 rondjes options. Dan had hij al makkelijk naar binnen kunnen gaan, aangezien hij nu in 120 zit. Hmm. 12. De 10. Wat hij natuurlijk ook kan doen, dat hebben we nog niet beslist, is dat hij zometeen nog een setje primes eronder zet. Hij heeft er nou 12 op zitten, met nog 15 te gaan. Dan zou hij aan het einde van de volgende ronde of een ronde daarna binnen kunnen komen voor een nieuw setje primes. En een twee stoppen gaan doen. Terwijl Niels met rassen schreden dichterbij komt, die wint bijna 3 seconden in een ronde. Tukker op 3. Jor heeft natuurlijk de primes. Tukker gaat door met de options. Kevin is zelfs voor Andros Kat de baan opgekomen. Dus dan is dit waarschijnlijk niet het podium van Andros Kat. Als je nou met Kevin weer in hetzelfde window zit. En op dezelfde banden zit. Het zal maximaal P4 voor hem kunnen worden, ben ik bang. God, hij zegt 48 seconden met Floris, maar die zit maar een paar bochtjes achter Andros Kat. Floris komt ook langzaam weer terug. Even kijken. Joey is nog steeds buiten. Ik denk dat hij primes eronder gaat zetten. En dan na die stop klaar is. En dan op zijn knieën mag gaan zitten om te kijken hoe dat gat zich gaat ontwikkelen. Strategisch misschien slim bedacht, maar gaat dat lukken? Als Gert naast Michael Schumacher. Wie heeft zichzelf nog meer gekroond tot wereldkampioen op de Hungaroring? Volgens mij is het antwoord al gegeven door Menno. Ik had het niet geweten. Nigel Mansell lijkt het antwoord te zijn.
Ja. Hongaroring. Joey plakt er nog één aan. Hij plakt er nog één aan en dat gat is 9 seconden. En ze zitten inmiddels weer op hetzelfde rechte stuk. Dan heb ik zelf ook nog wel een quizvraagje. En dat is een vraag over de Grand Prix van Hongarije uit 1997. Waar was jij tijdens de Grand Prix van Hongarije in 1997? Ik was waarschijnlijk in de box. Toen was ik 2 jaar oud. Kan gebeuren. Maar tijdens die race was er iemand die de race geruime tijd aan de leiding lag. En uiteindelijk in de laatste ronde werd ingehaald door Robert, jawel, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve won die race dan ook eindelijk. Maar wie was dat die die race lang leidt aan de leiding lag en uiteindelijk tweede werd? En in welke auto reed hij? En dat was nog het meest knappe ervan. Wie was het en welke auto? Gaat Joey dan binnenkomen? Dat zal toch wel. Daar komt hij inderdaad aan. Is hij hier tevreden mee? Hij ziet Niels natuurlijk dichtbij komen. En daar komt Niels achter in het shot al naar binnen. Of naar binnen. Naar binnen natuurlijk niet. Hij gaat gewoon door. Iedereen gaat door. Behalve Joey. Die komt binnen. Die gaat hier een setje primes eronder zetten. Anders dan kan ik deze strategie niet begrijpen. Inderdaad, dat doet hij ook. 2 stoppen voor Joey. 3 stoppen voor Niels. En dan maar kijken hoe dat gat zich gaat ontwikkelen. Komt Joey dan wel als tweede de baan weer op? Jawel. Tweede de baan op. Tucker ligt nog derde. Die ligt er niet al te ver achter. Daar zal hij geen last van hebben. Vierde ligt Kevin. Maar Joor is daar ook naar onderweg. En dat is Papi Loco's disqualificatie. Goedemiddag. En tot ziens. Nou, ronde 23 is dat alsnog aardig vroeg. Hoe is het mogelijk, gek? Even kijken of het antwoord inmiddels al binnen is. Ja, Robert heeft de coureur in ieder geval goed. En het wordt allemaal aangevuld. Arajama inderdaad. Werd hij geen tweede? Foutje dan. Werd toch wel tweede, joh. Nou, applaus voor iedereen maar. Damon Hill, Arrows 97, tweede op de Hongaroring. Als grof vuil aan de straat gezet nadat hij in 96 kampioen werd in de Williams. En daarna zagen we dus een Arrows met een nummer 1 op de voorkant. Wie kan dat zeggen? Floris. Onderweg naar Androscat. Androscat natuurlijk wel op de snellere band. Je ziet Jor daar alweer rijden. Jor zit op de hardere band. Ik ben benieuwd of hij daar zo meteen dichterbij gaat komen. We hebben Riclio nog op P9. Donnie natuurlijk na die verloren neus op 8. Floris daarvoor op 7 ook na die verloren neus. Klein incidentje met grote gevolgen. Roskat op 6. Jor op 5. Kevin op 4. Goed teruggevochten. Tucker op 3. Joey met zijn strategie op P2, reken hier snel 18 seconden af, dan zit je op 2 seconden. En dan Niels die straks op options gaat rijden. Laten we in ieder geval kijken hoe het gat zich ontwikkelt. 16-7 wordt 16-9. We kunnen hier misschien constateren dat Niels hier de overwinning gaat pakken. Mochten er niet al te veel penalties zijn voor hem.
En dan... Als er nog vragen zijn, stel ze in de chat. Onder voorbehoud natuurlijk, hè. Tussen Niels en Joey, dat blijft groeien. Niels gaat binnenkomen over een rondje of 2-3. Dat geef ik je op een briefje. Maar Joey die moet nu toch echt die pace gaan pakken, wil hij hier gaan winnen vandaag. Kevin heeft hij in zijn tas zitten, daar zal hij blij mee zijn. En hij komt nu toch weer wat dichterbij. Dat is in ieder geval goed voor de race. Tucker zit hier nog tussen, die komt binnen vandaar dat ik hem even niet kon kiezen. Die komt binnen vanaf de options en die gaat de primes eronder zetten, want daar moet hij nog naartoe. Dat betekent dat Jor het doorschuift. Die is bezig aan een 3 stoppen. Dat geloof ik wel. En Androscat die zit nou bij hem in de buurt. Die zal zo meteen wat willen proberen. Die zit in dezelfde strategiewindow als Niels op dit moment. Floris komt voor Tucker. Tucker die zou hier snel korte metten mee willen maken. Zit het venijn dan toch zoals altijd weer in den staart? Gaat dat lukken? Tucker komt hier snel dichterbij aan Floris. Floris die zal tegen zijn laatste stop aan zitten. Die zal de options zo nog even gaan monteren. Tucker heeft hier zijn laatste stop al gemaakt. Dus dit is eigenlijk een gevecht voor Floris om spek en bonen. Hier komt hij niet meer bij in de buurt. Kijken of Tucker hier zo meteen een aanval gaat plegen of dat Floris dan toch de pit induikt. En dat doet hij volgens mij, dat klopt. Floris naar binnen. En verder, Jor binnen. En die heeft niet overleg met Kevin, die gaat hier tijd verliezen. Al is het maar een seconde, elke seconde telt in het gevecht met Tucker zo meteen. Want die is nou al door bocht 1. Dit TC voor Jor. Kevin op P5, dat is niet virtueel, dat is realiteit. Die gaat nog voor P4. Androscat daar nog voor. Hoe is het met zijn banden? Had slechter gekund, maar die gaat dit niet redden op deze banden. Die rijdt hier al een tijdje op. Niels dan. Na zijn stop. Achter Joey gekomen. En die gaat hier zo meteen de aanval plegen. Om deze race te winnen. Man. Gaat hij het hier al doen? Hij heeft 7 rondes de tijd, dus dit is een gevecht wat altijd voorbij gaat zijn. Hij doet het meteen. Het binnenkantje. Joey vecht er niet eens tegen, die weet dat het voorbij is. Behalve natuurlijk als Niels hier veel penalties heeft. Die 3 seconden wisten we. En daar blijft het bij. Joey had er geen. En die heeft er nog steeds geen. Androscat. Niks. En die komt binnen. Dat zie ik nu aan de tijd. Die komt weer naar buiten. Op P5. En zit hij op dit moment. Dat brengt Kevin naar 4. En Jor zal hier achter zitten. Die zit ernaast sterker nog. Deze 2 zijn in gevecht om positie. Ja, dit kan allemaal. Jor laat zich even zien. Blijft erachter, heeft mindere banden natuurlijk nu.
vijfde en zesde voor deze twee. Is Floris dan alweer binnen geweest? Floris was toch al binnen geweest? Of ben ik nog gek? Floris wordt hier op een ronde gezet. Heeft hij zijn neus dan verloren ergens? Die zag ik toch net binnenkomen. Halleluja, halleluja. Geen flauw idee. Donnie zit daar nu weer voor. En niet zo'n klein beetje ook. Hier gaat Floris veel punten verspelen. Als dat dan niet het geval was. Kevin met de snelste ronde, 22-4. Uitstekende ronde in deze fase van de race. Joey zit op 18e. Die moet dat binnen 3 seconden gaan houden. Maar natuurlijk is dat bijna geen werk. Floris die zit daarachter. Die zal gaan proberen Joey in te halen. Maar die zal daar uiteindelijk niks aan gaan hebben. Tucker dan op 3. Maar dan is dit het gevecht waar we natuurlijk op konden wachten. En Kevin die dan toch P3 gaat pakken waarschijnlijk. En Joey gaat daar niet blij mee zijn. Ondertussen gaat het zo los in de chat dat ik niet eens meer kan zien of er vragen zijn. Hoop het niet, anders dan stel hem nog een keer. Lopende Wikipedia heb je hier zitten. Kevin die gaat zichzelf opmaken voor de move op Tucker. En dan, ik zag Jor daar in de achtergrond ook al heel dicht achter iemand zitten. Wow, Tucker die beweegt nog een beetje, maar Kevin die gaat er hier gewoon voorbij. Geen gezeur, Ed van Leur. Maar Tucker die geeft nog niet op. En is er langs. En zit er nou weer achter. En dit wordt dan binnen door buiten langs. En hier ging het er straks fout met... pardon. Floris en Donnie. Maar deze twee houden het net goed. Kevin naar P3. Zal daar ook gaan finishen. Denk ik uiteindelijk. Jor en Andros Kat. En gezegd. Dit is dan Floris die Joey voorbij wil. Maar het is de vraag in hoeverre gaat Joey dat toelaten. Hij heeft hier geen schrijverkans. Hier gaat Floris er gewoon voorbij. Zolang die Joey maar niet ophoudt. En Joey die... Rick komt nog een keer binnen. Joey heeft een achterstand van meer dan 3 seconden. Dan is de race voor hem voorbij. Jammer maar helaas. Floris gaat ook niet ver meer komen. Dan zijn dit nog de enige twee die nog een beetje bij elkaar in de buurt zitten. En kunnen gaan vechten om positie. Jor en Androskat. Laten we dan nog even... Ik heb 5 vragen opgesteld. Dat wil ik ze ook allemaal doen. Dit wordt hem. Ga ik hem even formuleren voor mezelf. Ja. Ik heb hem. In 1994. Natuurlijk een race. Die mensen nog wel in het geheugen staat. Werd Jos Verstappen... Het derde op de Hungaroring. Achter Damon Hill en Michael Schumacher. De vraag is dan, of laat nog even de achtergrond erbij halen. Schumacher die liet Verstappen 1 ronde voor het einde er voorbij, zodat hij zijn laatste ronde nog kon rijden. Die actie zorgde ervoor dat Verstappen derde werd, want in de laatste ronde, Tucker wordt nog gedisqualificeerd. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Dat is de groeten aan P6 geloof ik. Iets in die trend, want deze twee die waren in de buurt gekomen. Maar terug naar de vraag.
In de laatste ronde viel iemand uit, waardoor Verstappen derde kon worden tijdens de GP van Hongarije in 1994. Vraag is, wie was die uitvaller? Dus wie was die uitvaller waardoor Verstappen uiteindelijk derde werd in de GP van Hongarije? Floris die gaat nog proberen om Donnie te passeren. Dit zal dan waarschijnlijk het enige gevecht gaan zijn dat we nog gaan zien. Het is hier voorin allemaal wel besloten. Niels zit hier op veren. Geen enkel probleem. Joey op 2, gaat dus inmiddels 7 seconden. Dat wordt niks meer. Kevin, 31 seconden achterstand. Ook niet geweldig. Andros Kat zit dan hier op 4 met Jordan achter op 5. Aan elkaar gewaagd. Jor had hij natuurlijk dichter achter kunnen zitten als die pitstop gelijk goed was gegaan. Maar dat is allemaal nazorg. Laten we ons maar vast gaan concentreren op Floris. Ik zal nog even de warninglijst erbij gaan pakken. Voor het geval er nog een ontwikkeling is. Niels die zal rustig aan doen. Geen enkel probleem daar. Het is bij deze twee nog wel interessant. Bij Jor en Andros Kat. Andros Kat heeft 3 seconden. Is dat dan voor Jor de redding? Waardoor hij P4 kan pakken. Nee, dat is het niet, want Jor heeft 6 seconden aan zijn broek hangen. Hoe zit het dan met Donnie? Donnie is clean. Floris dan? Ook clean. Dus dit wordt een gevecht voor P6. Tussen Donnie en Floris. Wordt dat nog wat? Tweede DRS-zone komt eraan. Is het dan hier al gebeurd? Gaat Donnie verdedigen? Lijkt er niet op. Hij beweegt nog wel een beetje in de remzone. Houdt zich ervoor. En dan ga ik zo, als we de tweede sector inkomen, eens kijken hoe het dan gaat met het antwoord op de vraag. Oeh, cutback. Ja, dat ben je gezien, Donnie. En dan houdt het op. Of laat hij hem staan? Hij laat hem staan. Floris zit daar buiten de baan. Dat werkt niet. Dat laat nog even op zich wachten. Oh, hij kan hier gewoon buiten langs rijden. Hoe is het mogelijk? Oh, gaan ze weer. Goedemiddag. Boom. Jongens. Deze twee die gaan elkaar gedag zeggen, denk ik. Aan het einde van de race. Heeft Floris de voorvleugel nog? Lijkt het wel op. Het maakt voor beide niet veel meer uit. Dit gevecht is er langzamerhand ook gestreden. Gaan we nog één keer door het veld heen. Zal ik even kijken of het antwoord al binnen is. Ja, Robert heeft me goed. Martin Brundle. En daarvoor zie ik nog Damon hem woede heeft. Menno schijnt het al gezegd te hebben voordat de vraag gesteld is. Volgende keer zal ik het wat moeilijker maken, want volgens mij is het allemaal een eitje voor jullie. Rick, 8e. Donnie zijn neus gehaald, 7e. Floris, 6e. Jor op 5. Andros Kat op 4. Kevin op 3. Joey op 2. En Niels met een vette voorsprong op 10. Hahaha, wat een grapjas ben ik toch. Eerste rijdt hij natuurlijk. Dan de laatste quizvraag. Vonden jullie het een leuke race? Vonden jullie het een leuke race? Er is maar één antwoord goed. Dat antwoord telt voor dubbele punten. Voor de meet and greet met Reloaded.nl. En daar komt Niels over de streep. Eindelijk weer gewonnen. Met lang droog gestaan. Joey gaat tweede worden.
rond de ronde maar af. Tweede plek voor Joey. En dan zijn we bij Kevin. Schadebeperking na dat ongeluk. Had beter gekund. Misschien had hij hier kunnen strijden voor de overwinning. We zullen het nooit geweten hebben. P3 is hier niet ontevreden mee. Androskat P4. Floris zit daar nog tussen. Die gaat zesde worden. Of is dat Floris wel? Nee, dat is Donny die zevende wordt. Dan zijn dit Jor en Rick Leo die samen over de lijn gekomen. Vijfde en achtste. Geen ongeluk voor Jor. Dat mag ook eens een keer. Zijn we dan klaar? Ja, volgens mij wel. Podium dan. Ja, het zijn toch weer drie verschillende constructeurs die het podium bezetten. Dat Ferrari hier vandaag de meeste punten heeft gepakt om het constructeurskampioenschap. Kevin die blijft wel in de leiding van het kampioenschap. Het gat wordt nou 2 punten. Tussen Joey en Kevin. En Niels die kruipt weer wat terug. Maar staat nog steeds op meer dan 50 punten achterstand. Dan heeft Androskat nog een penalty gepakt in de laatste paar rondes. Maar dat maakt niet veel meer uit. Toch wel apart om te zien dat Jor uiteindelijk 14 seconden achter Androskat is geëindigd. Aangezien dat hij er vlak achter zat. Drie stoppen was dus wel degelijk de way to go. Twee stoppen van Joey heeft het niet uitbetaald. Al is het gat maar 8,7 seconden. Goed, dat was het dan weer voor deze week. Hongarije is weer voor elkaar. Volgende week natuurlijk de F1 League weer op maandag. Gp2 weer op dinsdag. En de Gp3 weer op woensdag. Maar dan vanaf de Hongaring, daar zijn we net geweest. Ja, en daar moeten we ook snel maar vandaan. Want twee races achter elkaar is zelfs voor mijn stem een beetje te veel aan het worden. Volgende week op Spa-Francorchamps. Het mooiste circuit in de Ardennen. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken en tot volgende week. En maar weer. Dag vriendjes. Dag vriendinnetjes.